Het begon allemaal met een verlaten tankstation. Dit is het verhaal over een project met ambitie. Dit is het verhaal van een man met een visie. Dit verhaal heet Vlaming Business Center. In 2000 ben ik begonnen met Vlaming Vastgoed in de Kortrijkstraat in Tielt. Het kantoor in de Kortrijkstraat werd te klein. We waren daar gehuisvest met Vlaming Vastgoed en Syndicbureau en Vlaming Invest die het management doet. En we waren dus op zoek naar een nieuwe locatie voor alle bedrijven te huisvesten. Met het Business Center is dit enorm geslaagd. Vlaming Business Center had ruimte genoeg voor onze bedrijven. Wij hadden ook nog plaats voor bijkomende externe bedrijven die mee konden genieten van de faciliteiten, de gemeenschappelijke vergaderzalen, onderhoud, alles is inbegrepen in de prijs. Daarnaast hebben wij ook de netwerking van de bedrijven onder elkaar. Maar met het InnoFit Café kunnen we dit ook uitbreiden naar externen en aan kruisbestuiving doen voor de Hansen Groep. VBC is in de eerste plaats een modern kantoorgebouw die de nodige functionele ruimte biedt aan zijn partners. Het VBC zal een centrum zijn waar ideeën ontstaan, waar ideeën uitgewisseld worden. Kortom, het VBC is een succesverhaal waar iedereen die een passie en een hart voor ondernemen heeft, zich thuis zal voelen. Hallo, maar Karel. Zeg, Karel, zijn in een voetbalmatch? Hoesting altijd, hè. Maar tijd. Ja, maar daar moet je tijd voor maken, hè. Oké, ben daar. Het Syndicbureau staat in voor het dagelijkse beheer van appartementsgebouwen, garagecomplexen en kantoorgebouwen. Dat beheer dat bestaat vooral uit enerzijds technisch beheer. Wij zorgen ervoor dat het gebouw dus in goede staat verkeert. We laten werken uitvoeren, renovatiewerken, instandhoudingswerken. Daarnaast hebben we ook nog het financieel beheer van die verschillende gebouwen. En tenslotte staan wij ook in voor het beheer van de contracten, het opvolgen van verzekeringsdossiers en diverse. Hallo, Karel. Zeg, heb je goesting om deze namiddag eventueel een matchje te gaan spelen? Ja, oké, tot straks. Vlato is een dienstenvernootschap waarbij wij een aantal facetten van het bouwgebeuren uitvoeren. En één daarvan is het marktonderzoek. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk een haalbaarheidsstudie maken om te zien of dat wij een project al dan niet gaan uitvoeren. De bouwaanvraag indienen tot het moment dat wij starten met bouwen. Dus in feite van A tot Z gaan wij het volledige gebouw gaan coördineren. De voordelen om in het Vlaming Business Center te zitten is dat wij allemaal onder één dak zitten. En op die manier moet je weinig verplaatsen en in een huidige maatschappij is het heel belangrijk om weinig tijd te verliezen onderweg. Met Adriaan. Zeg, Karel zou willen een voetbalmatchje spelen. Zie je dat zitten? Ja, dat zal wel zijn. Vlaming Vastgoed Management is een immobiliënkantoor met zowel een filiaal in Tielt als in Nieuwpoort. En in die twee streken proberen wij op zo'n vlot mogelijke manier het aanbod en de vraag op de markt van vastgoed te koppelen. Aan de ene kant heb je de kopende partij die we proberen te beschermen, die we proberen juridisch te ondersteunen. Aan de andere partij, de verkopende partij, proberen natuurlijk het maximum uit hun pand te halen. Het VBC beschikt over een prachtige architectuur. Het heeft een zeer goede bereikbaarheid door de centrale ligging. En het is een zeer ecologisch ontworpen gebouw. Plus dat we dan nog met kruisbestuiving zitten van de verschillende bedrijven die daar actief zullen zijn. En dat kan alleen maar een positief gevolg hebben. Hallo, met Virginie. Hallo, Virginie. Ah, Adriaan. Ja, zeg, heb jij hoesting om te komen fluiten? Matchke, schitterend. Ik zal er zijn. Accord Healthcare Belgium is een farmaceutisch bedrijf, een kleine 2 jaar terug opgestart in België. Wij verdelen vooral generische intraveneuze medicatie naar de ziekenhuizen toe. Ons productiehuis bevindt zich in Engeland, dus daar wordt van grondstof tot afgewerkt product alle producten vervaardigd. Ik zocht eigenlijk een dynamische, innovatieve omgeving, een centrale plaats, een toplocatie, waar we eigenlijk van hieruit naar alle ziekenhuizen ons kunnen profileren. En hier vindt u alles in één pakket. Hallo, met Michael. Ja, Virginie, zeg, we hebben hier een schitterend idee.
Jij zin in een matchje? Ja, tof. Ja, kan ook weer rekenen. Ja, salut. Lammeter Broeder Loef doet allerlei opmetingen, zowel voor particulieren, bedrijven, openbaar besturen en studiebureaus. Dat kan gaan van een opmeting van een perceel, tot een opmeting van een wegennest, tot een hevelopmeting, verkaveling en dergelijke. Als jong bedrijf hebben wij mijn privéwoning gewerkt. Door uitbreiding van ons bedrijf hebben we gezocht naar een nieuwe locatie. Hier vond ik natuurlijk alles. Punt 1, de commerciële ligging. Punt 2, de professionaliteit die uitstraalt naar je klanten toe. En punt 3 ook, die ook voor ons heel belangrijk is als bedrijf. Het onderhoud van het gebouw en dergelijke, daar wordt volledig voor gezorgd hier. Dus wij hebben als bedrijf enkel nog één hoofdzorg en dat is de werken die we moeten uitvoeren voor de klanten. Hallo Mathieu. Michael hier. Ja, wat is het plan? Ja, wat hè? En wat denk je? Van eens. Tot straks. Moco is een communicatiebureau. Bedrijven komen naar Moco voor allerhande communicatie, zoals een logo, huisstijl, websites of een volledige communicatiecampagne van A tot Z. Klanten zijn bijvoorbeeld de Biesbeurs, waarvoor wij al 3 jaar communicatiecampagne verzorgen. Daarnaast hebben wij ook al voor internationale klanten gewerkt, waaronder Flyover Canada. Wij hebben gekozen voor Vlamings Business Center, vooral voor de architectuur. De architectuur past perfect bij hetgeen Moco naartoe wil. Daarnaast is er ook de infrastructuur. Alles is voorzien om eigenlijk een perfecte werkomgeving te creëren. Voor Moco is dat de ideale uitvalsbasis. Hallo Mathieu. Tony, ik weet dat jij wat te vinden zit voor iets plezants. Wel, Karel heeft een goed idee. Ja, fantastisch. Ik ga mijn schoenen van zolder halen en we gaan erin vliegen. Tot straks, hè. Oké. Legpunt is gespecialiseerd in verlichting en altijd pionier geweest op vlak van innovaties, verlichtingstechnieken, sturingen. Wij vertrekken van een AutoCAD-plan, daarin tekenen wij de verlichting. En via dit geheel gaan we in Dialux en Relux lichtberekeningen maken om dan het geheel aan te bieden aan de eindklant, gecombineerd met een offerte. De markt hebben we goed onder controle in de regio van Gestel. Maar aangezien ik zelf van Mullebeke afkomstig ben, was Tielt een mooie opportuniteit om een tweede showroom op te starten. En zeker om de service naar onze klanten te vergroten in de regio van Tielt en 20 kilometer daar rond. Ja, Tony? De gasten een mega fantastisch idee. Matchje voetbal. Oké, tot straks, hè. VT Invest is een overkoepelende holding van 8 productiebedrijven. Die productiebedrijven zijn allemaal bouwgerelateerd. Wij doen grondwerken, afbraakwerken, wegeniswerken. Wij hebben een aantal bedrijven die actief zijn in stabiliteitswerken, schoringswerken. En wij hebben een bouwbedrijf, het bouwbedrijf van Tornhout, die zich bezighoudt met nieuwbouw en grote renovaties. Hallo. Mark, Dirk hier. En hoe is het even mee te gaan een matchje te gaan voetballen? Matchje? Ja, was schitterend. Ja, ja, tof zeg. Prima. Tot dan. Salut. Wij leveren kantoormeubilair aan bedrijven, scholen, overheden. Wij hebben eigen logistiek. Alles hebben wij in eigen hand. En daardoor zijn wij eigenlijk echt een sterke speler op de kantoormeubelmarkt. Als geboren en getogen Tieltenaars hebben Sharon en ik ook beslist om mee te participeren in het Vlamings Business Center, maar met het Innofé Café. Het is een perfecte vijver voor netwerking, seminaries, bijeenkomsten, allemaal businessbijeenkomsten. Het is een bedrijvencentrum. Ons kantinemeubilair, ons restaurantmeubilair kunnen wij daar tentoonstellen. En daar zijn wij dan ook aanwezig bij bepaalde evenementen. Hallo? Hey, het is hier Mark van Innofé. Zeg, zin om te gaan voetballen? Een matchje. Kijk, ga mij klaarmaken, bender ze. Salut. Consuclas is een glasverwerkend bedrijf, zowel voor de particulier, architecten, interieurman, aannemers. Onze grote sterkte op Consuclas is dat alles op maat gemaakt wordt en dat we ook dus battiebouw doen en de biesbeurs waar we het grote publiek kunnen naar ons toon zal krijgen. Onze tweede firma is Window Comfort. Window Comfort is vooral gespecialiseerd op renovatie. Ramen vervangen aluminium, PVC en hout. Tielt leeft, industrie en natuurlijk de combinatie van de 10 bedrijven die er zijn. We kunnen maar werken met elkaar. Ik vind dat we daar moeten het netwerk uithalen.
Dirk, Frederik en Mathieu. Wij gaan het middenveld hier bewerken samen met Mark, Karel en Michel. Jullie zorgen voor de spits. Ziet zijn hun er? VBC! We gingen ervoor, wat een goede aanval. Dan komt die tackle, die rode kaart. Vuile fout op Adriaan, die eigenlijk open doel had. Ik denk dat het een terecht rode kaart was. Ja, dan staat je daar natuurlijk. Nog één kans op het einde van de match. Iedereen tevreden natuurlijk. Ja, we zijn blij met het resultaat. Ik kan er eigenlijk niet meer over zeggen dat we waren beter. Dank u.